Frank Maas, ook voor jou zijn het andere tijden. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. We moeten wel meer boodschappen bezorgen, nou, want oude mensen komen het huis gewoon niet meer uit. Ja, ben ik aan het rondrijden? Ja, ik heb net weer een wagentje klaar, dan moet hij zelfs naar Asten, Heusden. Dus met liefde en plezier brengen we die boodschappen naar die mensen toe. Ja, en in de winkel extra maatregelen moeten nemen? Ja, zeker. We moeten inderdaad ook de winkel uit schoonmaken, mandjes schoonmaken en maar 30 klanten tegelijk te winkelen. Ja. En de mensen houden zich aan de regels? Zeker, zeker. Ja. In Heusden houden ze zich netjes aan de regels. Ja, geen problemen? Nee, geen problemen. Schaarste, en er ergens spullen die je niet hebt? Ja, handgel. Hier hebben we genoeg, maar handgel is op en de Dettol producten. En die komen nog? Ja, die komen wel weer. Het duurt een paar weken. Ja, dus mensen reageren hier heus goed? Ja, zeker. Ja. Ja. Frank, behalve een auto, heb ik nog een... Ja, die staat binnen, die bezorgfiets. Moeten we eigenlijk even binnen even kijken. Een fiets? Ja, een fiets met een bakje erop, dat de jeugd ook boodschappen kan bezorgen. En hoeveel ritjes zijn er op een dag? Ik heb nog een ritje 4-5 per dag. Dat is iets waar je normaal ook deed, of niet? Ja, normaal wel, maar gewoon veel minder als nu. Ah ja, dat is mooie service en mensen zullen wel prijs hebben. Ja, zeker, zeker. Ja. Dat is de fiets? Ja, dat is de bezorgfiets, ja. En die fiets zijn speciaal aangeschaft voor... Nou, die had ik even van ander doelen, alleen ja, nou komt hij nou heel mooi uit. Ja. En dan moeten ze, mag ze maar één keer rijden, of mag ze een paar keer meer rijden? Een paar keer meer, dat maakt niet uit. Ja. Dan zie je dat boodschappen moeten ook gedaan worden. Ja, ik moet boodschappen doen voor mijn mantelzorger vrouwtje. Dat is mevrouw Rijmakers in het zomer. Hè. Ja. Dus daar ben ik wel limonade voor aan het kopen. En iets lekkers om ze een klein beetje te verwennen. Ja, want dat is wel nodig in deze tijd. Ja, dat is zeker nodig. Hoe is het met mevrouw Rijmakers? Gaat het een beetje nog niet? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ze vermaakt zich. Ze, ja, die geldt heel erg veel van televisie, van de sport. En, dus die vermaakt zich eigenlijk wel. En jij zelf? Ik wel. Ik doe lekker wel in mijn tuin knutselen en wel lekker wel lezen. Ja. Wat wandelen, we vermaken ons eigenlijk wel. Ja, het is niet anders. Nee, dat is waar je bij je bedrijf aan moet leggen. Ja, dat vind ik ook. Een beetje aan elkaar denken. Hè. En vind je dat de mensen in huis dat doen? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, volgens mij wel. Dat goed voor elkaar zorgt. Dat is wel belangrijk in deze tijd. Altijd wel, maar nou zeker. Hè. Ja, maar kun je posten en dat betekent dat je toch wel wacht. Ja, daar moet ze een klein beetje gewennen. Hè. Met lekker fietsen en een paar zeiken. En zo, ja, onze kleinkinderen. En we merken niet te vergeten. De straten in Heusden zijn leeg en stil. Kunnen de kinderen op berenjacht. Er staan beren genoeg achter de ramen.